De geldkisten van de Britse die bestaat die Lenin en Trotsky financierden tijdens de Bolsjewistische revolutie behoorden tot Jacob Schiff, de Morgan Family, de Rockefeller Family, de Nationale Centrale Bank, de Family Rothschild en Lord Alfred Milner. Het volledige team. De Britse die bestaat heeft een structuur die bij wijze van spreken wordt begeleid door een orkest. Meneer Adnan, het waren deze mensen die ook het Chatham House hebben opgericht. Ja, dit zijn dezelfde mensen. Er speelt een orkest en deze mensen volgen haar melodieën. Trotsky kreeg een ideologische training van Alexander Parvus, een Britse inlichtingenagent, MI6 spion en wapenhandelaar. Zie je hoe de Britse diepe staat te werk gaat? Tijdens de Russisch-Japanse oorlog van 1905 gaf de Britse diepe staat financiële ondersteuning aan de Japanners tegen de Russen. Let op, ze ondersteunen de Japanners tegen de Russen. Toen Rusland de oorlog verloor, maakte dit de weg vrij voor Lenin en Trotsky om de revolutie te ontketenen. Echter, in de latere periode escaleerden de ontwikkelingen geheel.